Welkom bij deze introducerende reeks voor het gebruik van programma's voor digitaal onderzoek. Er zijn verschillende programma's die hiervoor gebruikt kunnen worden, zoals Mallet, AntConc, CasualConc, OpenRefine en vele andere. Van een aantal hiervan zal ik een korte introductie geven en zal ik laten zien waar ik ze voor gebruik in mijn eigen historisch onderzoek. Voordat hiermee begonnen wordt, is het nuttig om voor deze eerste video even stil te staan bij een meer basisfunctie van de computer, de command line. In Windows werk je hiermee via de opdrachtenprompt, ofwel command prompt. Op een Mac werk je via het terminalprogramma. Deze introducties zijn gemaakt op een Mac, waardoor er kleine verschillen zullen zijn met dezelfde handelingen in Windows. Wanneer er verschillen zijn, zijn deze en oplossingen hiervoor echter terug te vinden in de bijgevoegde literatuur. Voor sommigen zou het niet nodig zijn om deze basisintroductie naar de command line te volgen, omdat zij deze kennis al bezitten. Of omdat zij weten hier nooit mee te gaan werken. Anderen krijgen hier wel mee te maken en voor hen lijkt het soms een grote stap om zich te verdiepen in een dergelijke nieuwe manier van computergebruik. Toch loont de moeite, met name wanneer je graag Mallet wil gebruiken wat volledig vanaf de command line werkt. Wacht daar nog een dagje mee en probeer eerst wat basisstappen van de command line onder de knie te krijgen en ga dan pas met Mallet aan de slag. Om te beginnen moet je eerst het programma openen wat toegang geeft tot de command line. Op een Mac is dit dus de terminal. Ik heb een snelkoppeling in mijn taakbalk staan, maar anders is het programma te vinden in de map met hulpprogramma's. Een snellere manier is om met command spatie het programma te openen door simpelweg terminal in te voeren en op enter te drukken. Wanneer je terminal opent, zie je dat hier de naam van je computer staat, in dit geval Tim Veld, en dat er vervolgens een cursor staat waar je de regels in kunt voeren. De tekst die je hier invoert zijn commando's. Van een aantal simpele basiscommando's zal ik laten zien hoe deze in hun werk gaan. Net als dat je in je Finder of Verkenner in een bepaalde map zit, is dit ook het geval wanneer je vanaf de command line werkt. Om een idee te krijgen waar in je computer je bevindt, typ je pwd in. Dit staat voor Present Working Directory. Mappen worden directories genoemd. Nu zien we dat hier user/timveld staat, wat overeenkomt met deze map in Finder. Voor deze introductie heb ik een aparte map test gemaakt om alles wat overzichtelijker te houden. Via de command line kunnen we hier naartoe gaan door het commando change directory in te vullen en daarachter de gewenste map. Je vult dan in cd test. Met de laatste slash geef je aan dat dit een map is en dat er dus niet meer achteraan komt. Om te zien wat er zich allemaal in deze map bevindt, kan het commando ls gebruikt worden. Ls geeft de inhoud echter iets wat onoverzichtelijk weer. Met een subcommando zoals -l kan de inhoud in lijstvorm weergegeven worden. Op de subcommando's zal ik zo terugkomen. Vanuit de grafische interface kunnen we makkelijk de inhoud van het tekstbestand zien, dat hier staat. Dit kan echter ook vanaf de command line, door het commando view, afgekort tot vi, te gebruiken. Om het hello tekstbestand te bekijken, voer je vi hello text, hello.txt in. We kunnen nu echter ook het bestand aanpassen. Door de toets i in te drukken, kom je in insert modus. Nu kunnen we een derde regel toevoegen. Door vervolgens op escape te drukken, gaan we uit insert modus. En als je wq intikt, gaan we terug naar de command line. En wordt het bestand opgeslagen. Als we nu opnieuw kijken naar het bestand, zien we dat de veranderingen zijn opgeslagen. Met het vi-commando kan je ook een nieuw bestand aanmaken. Je geeft eerst opdracht om het nog niet bestaande bestand, notitie.txt, te bekijken. Nu zie je dat onderaan ook staat nieuw file. Als we nu in de insert-modus invullen nieuwe notitie, en vervolgens weer teruggaan naar de command line met escape en wq, zien we nu dat er een nieuw bestand bij is gekomen. Als we nu even in de map krant kijken, zien we dat hier twee bestanden in staan. Een bestand krant en een bestand krantencompie.txt. Via de command line kun je ook makkelijk door je computer heen zoeken. Met het commando find kunnen we bijvoorbeeld het bestand krant.txt vinden. Hiervoor vul je find.name krant.txt en print in. De punt geeft aan dat je vanuit de map wil zoeken waar je op dat moment in zit. In dit geval is dat dus de map test. Met name specificeer je de naam van het bestand dat je wilt zoeken en met print geef je aan dat de resultaten in de terminal worden weergegeven.
We zien nu dat er twee bestanden uitkomen. Eén die inderdaad in de map krant staat en één die in de map teksten staat. Dit klopt inderdaad, want er staat eenzelfde bestand in deze map. Een ander handig commando is het grep-commando. Hiermee kan onder andere in de teksten van bestanden worden gezocht. In het bestand krant-combi.txt komt bijvoorbeeld het woord landelijk voor. We voeren nu in grep-i-hoofdletter R landelijk asterisk. Grep staat dus voor het algemene grep-commando. Landelijk is het woord dat we willen vinden. De asterisk staat voor de map waar we in willen zoeken. Hier kunnen we ook alleen de map krant invullen, maar voor dit voorbeeld zoeken we door alle mappen en onderliggende mappen in onze huidige map-test. Subcommando's, in dit geval van grep, worden weergegeven met een streepje ervoor. Wat de subcommando's van een commando zijn, is te vinden door man, van manual of handleiding, grep in te vullen. Door man voor een commando in te vullen, krijg je alle informatie over dat commando en de subcommando's om een opdracht mee te verfijnen. Door vervolgens op Q te drukken van quit, ga je weer terug. In dit geval zorgt I ervoor dat het niet op onderscheid tussen hoofd- en kleine letters wordt gelet. R, hoofdletter R, zorgt ervoor dat in alle lagen van onderliggende mappen wordt gezocht en niet enkel in test of de mappen daarin. Dit geeft vervolgens drie resultaten, namelijk de twee regels in het tekstbestand waar het woord landelijk in voorkomt, maar ook nog een ander bestand, gelegen in de map geografie en de map Holland. Om nu niet iedere regel te zoeken van een tekstbestand, maar enkel het bestand zelf als resultaat te krijgen, kunnen we het volgende subcommando L invoeren. Overigens kunnen dergelijke subcommando's die uit een enkele letter bestaan direct achter elkaar geplaatst worden. Dit geeft als resultaat inderdaad de twee tekstbestanden. Het onder de knie krijgen van de basis van de command line vraagt enige inspanning, maar zal zorgen dat je je meer thuis voelt in deze manier van denken en werken met de computer. Een manier die nodig is wanneer je met Mallet wilt werken of zelf oplossingen moet zoeken wanneer programma's tekortschieten in hun kunnen. Bijgevoegd is tevens een link naar een crash course voor het gebruik van de command line van Marijn Kolen. Deze korte cursus legt de basis van de command line op een begrijpelijke manier uit.